Leven met een beperking, dat is echt helemaal verschrikkelijk. Maar wat heel veel mensen niet weten, is dat juist de manier hoe je ermee omgaat, het vaak allemaal nog veel heftiger maakt. En meestal is de oplossing dichterbij dan we zelf denken. Dus hoe ga je daar dan mee om? Maak van je beperking een perking. Maak van je beperking een robotstofzuiger. Neem de beperking mee naar de hoek van de kamer en vraag haar vriendelijk of ze nu eindelijk godverdomme een keer de bek dicht houdt. Ja, en als het huis dan vies is, dan loop je er naartoe. Druk je op de neus en zeg je: hup hup. Aan de slags. Nou ja, en als ze dan heel goed werk heeft geleverd, dan mag ze best een brokje. Nou ja, en dan zal je zien dat ze helemaal opbloeien. Hè? En dat is zo mooi. Dat is zo mooi om mee te maken. Ja, maar jongens, doe jezelf alsjeblieft niet tekort, hè? Want vaak zijn beperkingen heel goed in allerlei andere klusjes ook nog eens, behalve stofzuigen. Zoals de afwas doen, het bed opmaken of gewoon pijpen. Nou, geen dank. En hier ligt een wortel. En een hele fijne dag.